Hoi hoi, wat leuk dat je kijkt naar alweer mijn 9e vlog. En dit keer is het een bijzondere. Ik heb namelijk een primeur. En dat is een nieuwe definitie van de horizon. Ja, en dat heeft er alles mee te maken dat wat de horizon nou precies is, dat het voor ontzettend veel mensen echt volstrekt onduidelijk is. Ik noem maar een paar voorbeelden. De horizon is de scheiding tussen hemel en aarde. De horizon, ja, dat is hoe ver je kunt kijken. Het wordt ook wel kim genoemd. De horizon, ja, dat is je ooghoogte. Hè? Ja, want hoe hoger je staat, hoe verder je kijkt. De ooghoogte? Ja, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar bij mij is dat gewoon 1,85 meter. Maar goed. Daar kwam het dus eigenlijk op neer. Ik heb online heel veel gezocht en ook in boeken gelezen. Ik vond nergens een goede definitie van wat de horizon nou precies is. Ja, in de tekening is het gewoon een recht lijntje. Dus laten we nou eerst maar eens daarmee beginnen. Waar kijken we nou precies naar? Stel, ik zit in een raket vanuit de ruimte op weg naar de aarde. Kijk, dit is de aarde en dit ben ik. En ik kijk naar de aarde. Ja, dan zie ik dus dit. De aarde is hier een cirkel. En dat komt omdat ik dit stukje aan de rand van de aarde prima kan zien van de afstand. Maar ook dit stukje kan ik nog prima zien. Nou, hier komt er een klein beetje wiskunde bij kijken. Want zo'n lijn die vanuit mijn oog langs het aardoppervlak loopt, dat noem je een raaklijn. Nu ga ik met mijn raket wat meer richting de aarde. Kijk, ik ben al een eind op weg, bijna thuis. Hè? En nu zie ik dit. Eigenlijk wat ze vanuit het International Space Station ook zien. Een groot gekromd aardoppervlak. Maar de kromming is nog steeds onderdeel van die cirkel. Ik kan alleen niet de hele cirkel meer zien. Want de aarde is nu veel te dichtbij en ook veel te groot om voor mijn ogen alles te kunnen zien. Nou, ik daal nog een stukje. Kijk, nu sta ik met mijn raket al bijna op de grond. En nu is die horizon nog steeds een klein beetje gebogen, maar hij wordt steeds rechter. Nou, vooruit dan. Ik ga landen. En nu is die kromming van de aarde, die cirkel die we aan het begin nog hadden, een rechte lijn geworden. Zie het maar alsof ik bijna in die cirkel sta waar we mee begonnen. Ja, bijna hè. Ik bedoel, mijn ogen zitten nog steeds boven het aardoppervlak. Maar het lijkt nu wel bijna alsof het een rechte lijn is. En we hebben net gezien waardoor die rechte lijn nou precies gedefinieerd wordt. Hoe die ontstaat. En dat is mijn definitie van de horizon. Daar komt die. Geachte leden van dit kanaal digitaal. Graag presenteer ik u de nieuwe versie. Definitie van de horizon namelijk. De oneindige verzameling raakpunten vanuit het oog aan het aardoppervlak. Maar goed, wat betekent dit nou precies voor jullie hè, en de tekeningen die jullie maken? Nou, eigenlijk best wel veel. Tot nu toe heb ik alle tekeningen die ik maakte voor jullie, heb ik een rechte horizon gebruikt. En ja, als je dan een gekromde horizon gebruikt, dan krijg je daar een compleet ander effect in. En dat ga ik nu laten zien. Ja, we beginnen maar weer eerst met het verdwijnpunt aan de horizon. En het tweede verdwijnpunt, dat gaat wel ergens rechts. En jullie zien dat die horizon dus nu echt een bol is. Nou, dat lijkt aan het begin nog een beetje vreemd. Maar zodra ik er wat meer gebouwen in ga zetten, dan wordt het steeds meer een aardoppervlak. Kijk, daar achteraan hebben we ook nog wat kleine gebouwtjes. En let erop dat sommige van die gebouwen boven de horizon zitten. Zo krijg je een heel ruimtelijk en groots effect. Weet je wat? Ik heb voor vandaag wel even weer genoeg perspectief getekend. En laat ik eerlijk zijn, het wordt er iedere keer wel weer complexer op. Weet je wat? Volgende keer, dan teken ik gewoon een auto. Ja, dat ga ik doen. Een auto tekenen. Vergeet je niet je tekening hier zo naartoe te sturen. Dan laat ik hem graag een keertje aan iedereen zien. Belangrijker nog, abonneer je op mijn kanaal. En als laatste zou ik willen zeggen, denk aan je lijn. Tot de volgende keer. Doei doei!